Yo, jongens, holy shit, yo, jongens! Voor we aan deze video zouden beginnen, wil ik even snel drie dingen zeggen. Het eerste zijn er eigenlijk al twee, dus let's go. Ik heb een van de coolste dingen ooit gekregen en dat is, holy shit, het is kijkersmail. Ik wist niet dat het aankwam en ineens zat er een doos in mijn brievenbus en ik dacht van, holy shit, mijn naam staat erop. Het was een doos met een hele coole tekening, een foto van mij en Anne, dan een hele lange tekst en een schilderij. Fucking nice. Enkele dagen daarna kreeg ik nog een brief. En dat was een soort van verjaardagsbrief van ik ben jarig op 29 juni. En ik kreeg een brief van Nele. Dit is de verjaardagsbrief. En er hangt 16 cent op omdat ik 16 jaar word. Super nice. Dus een dikke shout-out naar Anne en Nele voor deze twee awesome dingen. Dan nog één ding die ik aan jullie moet vertellen. Even heel kort. Ooit, 2 jaar geleden, had ik beloofd aan iemand dat ik, als hij bijna 1000 subs zou hebben, een shout-out naar hem ging doen als verjaardagscadeau. Nu, 2 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik nu nog YouTube ging doen. 2 jaar geleden had ik nooit gedacht dat die dude ooit 1000 subs ging halen. Maar ik heb het beloofd, het is een chille dude. Het is een shout-out naar Digital Blade. Hij heeft een lelijk hoofd. Maar hij maakt leuke video's, het is een Belg. Klik gewoon even op zijn kanaal. Subscribe. Like even zijn nieuwste video. Ga allemaal zijn nieuwste video liken. Het zou super nice zijn als we daar een nieuw aantal likes op kunnen halen. Dat gewoon voor zijn verjaardag. Ik had het 2 jaar geleden beloofd aan hem. Die dit niet als iets die ik voor iedereen ga doen. Ik had het beloofd aan die dude. En belofte maakt schuld. Dus ja. Jongens, wij gaan eraan beginnen. Jullie zitten al heel de tijd op te wachten. Jullie vatmateriaal is waarschijnlijk op. Jongens, wij gaan beginnen. De lekkerste chicks van de hele wereld. Let's go. Zie jullie daar al zitten? Ja? Oh? Kun je het jullie hier zin in hebben? Ik had er ook zin in om dit te maken. Ook leuk om te weten welke chicks je nog kan gebruiken om, ja, posters van in je kamer te hangen of zo. Ik ben Acid en ik toon jullie de top 10 van de lekkerste chicks op het internet. En gewoon op heel de wereld. Ze zijn echt fucking lekker. Wow, yo. Oké, op nummer 10 hebben wij Miranda Kerr. Miranda Kerr is een topmodel. Holy shit, topmodel. Oeh. Ik vind haar super mooi. Ik bedoel die ogen. Holy shit. Oké. We gaan meteen door naar nummer 9. Holy shit, ik voel al iets een beetje opkomen. Grapje, rustig. Op nummer 9 hebben wij Amber Heard. Of Amber Heart, of Amber... I don't know. Er wordt wel iets hard als ik naar haar kijk. Een actrice. Het leuke aan deze actrice is dat ze bijna in elke film waar ze speelt volledig naakt gaat. Als jij een film wil zien met deze mooie dame, moet je gewoon even naar Informers gaan kijken. Daar gaat ze volledig naakt. En ik zeg het je. Het is een pittig momentje. Als ik naar haar kijk, dan... Maar we gaan naar de volgende chick. Nummer 8 is eigenlijk iemand die ik in de top 3 had willen zetten. Maar toen ik zag van, wow. Oké, ik zet haar gewoon daar, top 10 verdiende plaats. Ik bedoel, er zijn er fucking veel vrouwen. Op nummer 8 is iets waar veel mensen niet mee gelijk aan gaan geven. Maar ze is wel super nice. Beyoncé maakt geweldige videoclips, kan zingen. En haar lichaam, wow, wow, wow. Wow, wow! Jay-Z is zo lucky. Holy shit. Op nummer 7 hebben wij de enige echte Scarlett Johansson. Gekend uit The Avengers. Wow, ik vond haar altijd al fucking nice in dat strakke pakkie. En ze is fucking lekker. Als je naar haar kijkt, wow. Ze straalt gewoon seks uit. Ja, dat zijn goals voor later. Dat zijn... Wow, wow. Ik ga hier gewoon geen woorden aan vuil maken. Ik zou haar gewoon doen. Op nummer 6 hebben wij de one and only Jennifer Aniston. Wow, Jennifer Aniston. Uit Friends, actrice. Ze is super lekker. Waarschijnlijk ook bloedgeil in bed. Gewoon een super mooie vrouw. Echt, wayo. Als ik een Hollywood acteur was, ik zou haar wel eens bellen voor een etentje. Uitnodigen om een video te maken. Q&A featuring Jennifer Aniston. Ik zou het allemaal doen. Het is gewoon, het is gewoon, relationship goals. Op nummer 5 hebben wij eigenlijk mijn persoonlijke favoriet. En eigenlijk is het echt mijn persoonlijke favoriet. Dus eigenlijk zou je op 1 moeten staan. Maar dat is niet zo, want, I don't know. Op nummer 5 hebben wij Kate Upton. Wow. Wat is er niet perfect aan deze vrouw? Ze heeft alles. Ze heeft een kontje. Ze heeft het mooiste gezicht ooit. Ze heeft bowlingballen. Ze is gewoon perfect. Wow. Als je haar niet lekker vindt. Wow. Dan moeten we... Nee, wow. Het begint intens te worden, jongens. Kate Upton, model. En wayo. Ja, ja. Als je seks hebt maar daar, dan kan je gewoon sterven. Oké, holy shit. We gaan door naar nummer 4. En vanaf 4 begint het pittig heet te worden. Op nummer 4 hebben wij Angelina Jolie. Zoals haar naam al zegt, Jolie. Jolie? Ze is mooi. Ze is prachtig. Ze heeft
Uitstekende lippen. Geweldig. Ze is misschien een beetje fake. Maar en dan, het is geen Nicki Minaj. Dus ze is, ik vind haar gewoon een perfecte vrouw. Angelina Jolie is gewoon een perfecte vrouw. In elke film waar ze speelt is ze bloedgeil. In Tomb Raider word ik helemaal knetter van haar. Angelina Jolie, perfect. Wow, yo. Als ik haar... Nee, wow, wow. Oké, nu begint het, jongens. Top 3. Dus de top 3 kan je wel zeggen dat het de 3 vrouwen zijn waar er het meest is op ge... Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja. Op nummer 3 hebben wij Mila Kunis. Wow. Een beetje zo dat tintje op haar huid. Wow. En haar gezicht is zo aantrekkelijk. Als ik haar zou zien op straat, ik... Wow. Ze is gewoon perfect. Ik vind dit een perfect getint meisje. Wee, yo. Ik zou haar meenemen op een stranddate. Samen een drankje drinken. Een hapje eten. Geweldige vrouw. Ik ben... Wow. Wow, wow. Op nummer 2 hebben wij de one and only Katy Perry. Dan zeggen wij wel, Katy Perry is gewoon... Waar moet je gewoon geneukt hebben in je leven als je in Hollywood woont? Katy Perry is gewoon, ja, wow. En ze is zo, je moet haar pakken. Snap je? Je wil haar zo vastpakken. Ook pakken op de andere... Maar Katy Perry is echt wow. Iedereen kent Katy Perry. En ik vind haar wel, ja, ik vind haar bloedgeil. Echt bloedgeil. Jongens, het moment is daar. Nummer 1 chick. Wie zou het zijn? Wie staat er op de nummer 1 van de lekkerste chicks op het internet? Ga ik er mee eens? Nee, want Kate hebt er dan op 1 moeten staan. Maar, nu komt ie. Jongens, de nummer 1 is Christina Hendricks. Christina Hendricks? Holy shit! Wow! Waarom? Why the fuck heb ik haar nooit eerder gevonden? Holy shit, dude! Wow! Ik ga hier niet eens iets bij zeggen. We zijn er zelf maar een uitleg voor waarom ze op 1 staat. Holy shit! Wow! Oké, maar ik ga stoppen met deze video, want ik ga iets anders doen. Ik ga mijn poli gaan spelen ofzo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Zo zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Nate. En ik zou zeggen, vonden jullie deze video nu echt juicy? Bedoel jullie, was het vochtig? Was het lekker juicy? Druk op dat likeje. Druk op het likeje. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, nog een goede avond. Ik weet wat jullie gaan doen deze avond. Ga hetzelfde doen. Adieu. Ja. Waar zijn de fabdoekjes?